Dit paard is aan de beurt om beslagen te worden. Veel paarden worden beslagen, sommige paarden worden niet beslagen. Deze die heeft voornamelijk ijzers tegen het, uitglijden en voor de slijtage. Dus dan gaan elke twee maanden gemiddeld zijn ze wel een beetje aan de beurt. En de voet die blijft doorgroeien. Dus alles wat te lang is aan de voet, dat knip ik er nou af. Hier zit nog een stukje hoefnagel in. Ik haal er even uit. Dit is de rand die te veel aangegroeid is. Dus hier halen we er dus weer af. Zodat hij weer op de goede lengte komt. Zouden we dat laten zitten en je slaat er weer een ijzer onder, dan wordt de voet te lang, gaat hij scheef staan. Breekt het af, brokkelt het af. Met kreupelheid als gevolg. Controleer ik hier weer of dat hier redelijk in balans zit. Hier mag nog een heel klein stukje af. Dus dat doen we dan gewoon even. En zo is die weer even klaar. Vooralsnog. Het hoefgedeelte waar wij aan werken, dat kun je vergelijken met ons vingertopje, dit deel van de nagel. En in wezen, wat er bij dat paard gebeurt is door de evolutie, is de nagel als het ware helemaal rondgegroeid. Bij ons zit hij alleen op de bovenste helft, bij de paard is hij als het ware helemaal rondgegroeid. En al wat die nagel langer wordt, zoals bij ons, dat knippen wij eraf. En wij werken gewoon in dit deel, in het bovenste laagje. Het ziet er bij ons natuurlijk heel anders uit. Paarden die hebben in het been, hebben ze alleen scharniergewrichten, zoals dat heet, in de voor- en de achterbenen. En een scharniergewricht die beweegt alleen naar voren en achter toe, net als onze knie. Die kan alleen naar voren en naar achteren, net als onze elleboog. Wij hebben het geluk dat we een kogelgewricht hebben die kan draaien. Dat is bij een paard niet. Dat maakt ons vak extra moeilijk, omdat wij dus alleen maar naar voren en naar achteren kunnen sturen als ze een hoef aan het bekappen zijn. Nou. Oké, paard is bekapt. Dan gaan we een hoefijzer zoeken die er redelijkerwijs bij past. Ik werk met heel veel verschillende maten, heel veel verschillende soorten. En ik zoek nu gewoon een hoefijzer die qua maat een beetje in de buurt komt van het paard. En dan ga ik die dadelijk aanpassen. Dus ik heb hier heel mijn hebben en houden. En dan gaan we gewoon eens even rustig kijken of er iets is wat er een klein beetje bij past. Dus dit lijkt er wel een klein beetje op. En voor de zekerheid neem ik er nog eentje mee. Dit zijn voorijzers. De voorvoet heeft een ronder model dan de achtervoet. Dus dan pakken we hier een achterijzer erbij. En dan gaan we gewoon even kijken bij het paard wat er redelijkerwijs bij past. Nou, dan gaan we even globaal passen. Er zit een links- en een rechtsmodel in. Ja, deze lijkt er al wel aardig op. En dan gaan we even de achtervoeten passen. Oh, braaf. Kom maar. Dat zal... waarschijnlijk deze worden. Nou, ik ga voor de zekerheid pak ik nog even een maatje kleiner van achter. Nou, dan passen we even een maatje kleiner als dat ik net had. De andere was eigenlijk een beetje een groot ijzer. Ik denk dat deze iets beter overeenkomt. Deze gaat hem wel worden. Dus die passen dadelijk helemaal aan dat hij nog beter past. Nou, dan leg ik alvast twee ijzers in mijn smidsvuur. Die kunnen dan vast gaan opwarmen.
En dan kunnen ze even warm worden. En dan gaan we weer even terug naar het paard. Alle honden zijn vaak mijn vrienden. Want de honden die zijn vaak die zijn dol op de horen die we eraf geknipt hebben. Dat vinden ze heerlijk om te eten. Het tijd is aangebroken dat we de hoefijzers in model gaan maken. Hier zijn ze rood gloeiend. Ik denk dat deze oven die maakt de ijzers ongeveer 700 graden, 800 graden warm. Waardoor het voor ons wat makkelijker wordt om het ijzer te bewerken. Het ijzer wordt wat zachter, iets makkelijker in model te zetten. Het model van de voeten heb ik onthouden, die heb ik dus net bekapt, de voeten. Dus ik weet een beetje wat het model van de voet is. En daar ga ik nou het ijzer op aanpassen. Dat hij wat model betreft bij de hoef past. En dat niet de hoef naar het ijzer gemaakt hoeft te worden. En dan gaan we even passen. Let op. Kas. Kas. En dan gaan we kijken of het ijzer past. Grote lijnen, er zal nog wel iets aan veranderd moeten worden. We passen hem altijd graag warm om te kijken of dat hij ook gelijk vlak ligt. Doordat we hem warm passen kunnen we iets beter zien of dat hij vlak ligt of dat hij overal aangebrand is. En overal waar hij aangebrand is betekent dat hij op het ijzer draagt. Zouden we dat niet doen, dan loop je risico op drukplek in de hoef. Wat ook weer kreupelheid tot gevolg kan zijn. Doet geen zeer. Wordt me vaak gevraagd of het zeer doet bij het paard. Doet geen zeer. Of je moet veel te lang doorgaan natuurlijk. Het is eigenlijk heel simpel. De horen is een hele slechte temperatuurgeleider. En dat moet ook wel. Want als het paard in de sneeuw zou lopen, dan zou die ook koude voeten hebben. Maar een paard heeft geen koude voeten in de sneeuw. Dus die warmte die trekt ook niet naar binnen toe, waardoor die dus warmte in zijn hoef voelt. Kijken of hij helemaal vlak is. Heel belangrijk. Leuk hè, mijn naam. Koel ik hem af in het water. Anders is hij natuurlijk veel te warm om hem vast te pakken. Met het afkoelen van het ijzer, als ze gesmeed hebben met het afkoelen van het ijzer, wil het nog wel zijn dat ze nog een klein beetje trekken, een beetje krimpen. Daarom pas ik ze altijd eventjes na, om te kijken of ze stabiel gebleven zijn. De ijzers zijn gemaakt, gaan we ze dadelijk even ondernagelen. Een bakje koffie, het liefst nog een gebakje erbij. Wanneer krijgt een paard eigenlijk voor het eerst een hoefijzer? Een paard, dat is verschillend. Maar normaal gesproken voor het derde jaar hebben ze geen hoefijzers. Dat sowieso niet. Ik hou er ook niet zo van. Die paarden zijn volop in de groei. En ga je er een ijzer onder slaan, dan loop je risico dat je de boel aan het opsluiten bent. Te veel aan het manipuleren bent. En dat komt niet altijd ten koste van het goed van het paard. Dus vanaf het derde levensjaar zijn ze redelijk uitgegroeid. En dan kun je met dit soort dingen aan de gang. Maar er zijn ook paarden die nooit hoefijzers krijgen. Die slijten niet of die staan gewoon correct op de benen. Het verschil met een wild paard is dat hij heel veel loopt. Hij krijgt veel meer beweging als het gedomesticeerde paard, zoals wij dat noemen. Dus doordat vele lopen en op de verschillende ondergronden waar dat paard op loopt in het wild. Zachte bodem, harde bodem, boomstronken, stenen, water, zand. Slijten de hoeven zelf ook af. Als wij paarden bekappen of beslaan, dan zijn wij heel erg met balans bezig, dat benen recht zijn. Standen van benen die zijn genetisch bepaald, zoals wij dat zeggen. Dus die krijgen ze vanaf de geboorte mee. Paarden in het wild hebben het over het algemeen allemaal rechte benen. Want zouden ze scheve benen hebben, dan lopen ze achteraan in de kudde en vallen ze ten prooi. Die paarden kunnen zich niet voortplanten. Vandaar dat paarden in het wild over het algemeen veel correcter op hun benen staan. En veel correcter afslijten en afbrokkelen. De
Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat paarden in het wild gewoon zonder hoefsmid oud kunnen worden. En paarden bij ons dus niet. Oké. En nou gaan we het afwerken en vast bevestigen, zeg maar. Dat is eigenlijk wel een heel belangrijk aspect van het beslag. Want op deze manier zit het ijzer er nog niet goed vast onder, want de nagels steken recht. En hij zou er als het ware zou er zo afgetrokken kunnen worden. Dus ik begin eerst een kuiltje te maken onder de nagels, waar ik ze dadelijk in ga verzinken. Dit is het kuiltje. Daar heb ik een speciaal gereedschapje voor. Dan ga ik ze dadelijk... Kijk, ze met deze tang worden ze als het ware omgebogen en afgeknipt. Dat doen we bij allemaal. Nu is het trouwens zo dat in elk hoefijzer zitten 8 nagelgaten. Dus ik heb 8 plekken om nagels te zetten. Maar wij proberen de hoefijzer altijd met zo min mogelijk nagels vast te zetten. Zo min mogelijk nagels, waardoor je dus ook zo min mogelijk gaten in de hoef hebt. Waardoor je de hoef zo sterk mogelijk laat. Nou, deze die buig ik ook even om. Hier weer. Nou komt eigenlijk het belangrijkste van het afwerken. De nagels zijn omgebogen en die worden als het ware teruggeklapt op de voet. Dus ik buig ze er weer tegenaan. Met deze tang. Wat je dus als het ware hebt, is dat die hoefijzer hangt nou als een weerhaak. Dat nageltje fungeert als een weerhaak. Om dat ijzer eraan te laten hangen. Dus doordat hij teruggeklapt is, kan het ijzer er nou niet meer afkomen. Want hij hangt precies aan het omgekrulde haakje. Hij wordt omgebogen en in dat kuiltje gelegd wat ik gemaakt heb. En daar hangt als het ware het ijzer eraan. Zou ik dat niet doen, dan zou die eigenlijk er zo afkomen. Nou worden alle scherpe randjes eraf gehaald. Strak gemaakt. Nou is hij mooi. Mooi glad gemaakt. En dan pak ik nog een ouderwets stukje stopverf. In dit geval zwart, want het is een zwarte hoef. En bij de witte gebruiken we witte. En dan stop ik alle gaatjes even mooi af. Waardoor het er allemaal net iets mooier en strakker uitziet. En zo is hij afgewerkt en klaar. Kant. En kijk, hij komt terug de stal in en de brokken zit al in zijn bak. Gaat hij lekker staan eten.